Dan geef ik jou een seintje en dan trek je erbij, hè? Met het programma. Ja, maar dat doen we nog niet. Je bent nu de verrassing, oké? Okay? Blijf rustig zitten. Hallo mensen! Ik mag zo meteen het programma bekend gaan maken van Haring Rock 2019. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe co-host eigenlijk. Want vertel even, wie ben je? Nou, ik ben Emilie van Duin. 43 jaar jong en geboren en getogen in Katwijk. Ik heb geen zangtalent. Ik bespeel geen muziekinstrument. Maar hoe mooi is het als je de kans krijgt om het mooiste muziekevenement van Katwijk te mogen presenteren. Ja. Praten lukt meestal wel, dus daar ben ik gewoon goed in. Laten we het zingen en de muziekinstrumenten weg. Dus zo heb ik me eigenlijk aangemeld. Ja, zodoende. Zodoende. Hey, en, want dit is wel extra bijzonder voor jou, toch? Ook, ja. Om dit festival te doen. Vertel. Klopt. Een aantal jaar geleden heb ik best een behoorlijke pittige periode achter de rug. En voor mij was 2016 Haringrock was eigenlijk het eerste muziekevenement en groot evenement waar ik alleen naartoe ging. Ik wilde daar heel graag naartoe, maar eigenlijk heel veel mensen konden niet. Of ik kreeg niemand meer te pakken. En toen hoorde ik de muziek, want ik stond echt bij mij op mijn balkon nog een sigaretje te roken. En toen hoorde ik die muziek en dacht ik, ik ga gewoon. Wat belangrijk is bij een festival, is dat de band die je aankondigt, dat je er iets over weet te vertellen. Ja. Nou moet je natuurlijk daarvoor ook wel weten welke bandjes er staan. Ja. Ton, voel je het bruggetje aankomen? Die zat het zo goed voorbereid. Die werkt altijd alles heel netjes uit voor me. En dan print hij het uit op papier en dan zet hij een hele bio eronder. En dus ik ben heel benieuwd, Ton, welke bands hebben we? Wat is dit nou weer? Zo kan je toch niet aan. In het kader... Je werkt met mij. Ja, en dan ga je dit op zo'n papiertje. Maar in het kader van de duurzaamheid heb ik gedacht, doe dit nou eens een keer op één blaadje in plaats van zes. Of vrijdag. Opent. Of weet ik niet eigenlijk. Nee. De volgorde. De volgorde komt er. La Bomba. Keep your heart on the lookout. Put your feet away. Montani. Stevige rockmuziek. Stevige rockmuziek. Okay. En die komen ook in Katwijk. Ja. Oké. Dan hebben we de band AC in DC. Dan hebben we In Void. Dat is dan de Pink Floyd coverband. Dus die spelen ook heel veel hits van Pink Floyd. Zoals de hit. En we sluiten af, of niet, we weten het nog niet, met Bloemkeel. Bloemkool. Bloemkool. Nog een keer. Bloemkool. De Katwijkse band. Oké, en Haagsteentje. Kijk eens hoe netjes die dit werkt uitgewerkt. Wederom op duurzaamheid. Tim Akkerman en de Ivy League. Nou, Tim ken ik natuurlijk allemaal wel van vroeger van Direct. En die is lekker bezig met zijn solo carrière en zijn nieuwe plaat en zijn nieuwe band. Yeah. Ik heb hem nog niet gehoord, maar het schijnt heel goed zijn. Het stond zijn handschrift, hè? Ja. Lil. Lil. Een dames. Lil. En de Bollenstreek. Hebben we ook de... Ja, vertel maar. Hebben we ook de prijs van de Bollenstreek gewonnen. Dus. Robbie Valentine. Ja. Hey, ik ben Robbie Valentine en ik kom met mijn band Valentine op Haringrock spelen. En we gaan Queen muziek spelen en ook heel veel eigen nummers, waaronder Over and Over Again. En ik hoop jullie daar te zien. Tot dan. Miguel Montalbán. Hi there, my name is Miguel Montalbán and I wanted to invite you to the Haring Rock Festival this 13 July in Katwijk, Netherlands. Hey, Van den Burg Moonkings, hebben ze weer. Ja. Maar nu is niet als surprise, maar nu mag ik gewoon nog zeggen. Ja, maar ook met veel meer nummers van Whitesnake. Oké, en we sluiten af denk ik dan toch? Nee, sluiten zij niet eens af? Nee. Oh, Van Dikhout. Ik ben Martin van Van Dikhout en zaterdag 13 juli 2019 staan wij op Haringrock te Katwijk. Ik hoop jullie daar natuurlijk allemaal te zien. Het wordt een te gekke dag en een te gek festival. En aangezien wij Stichting Hartekind ondersteunen,
vraag ik jullie allemaal een donatie te doen voor dit goede doel. Tot zaterdag 13 juli. Oké, dames en heren, nou dat is wel één groot feest. En het is niet alleen één groot feest omdat ik er ben, omdat zij er is. Maar bovenal omdat de liefde van Ton aanwezig is. Want Ton ademt haringrok. En ik adem graag haringrok mee. Niet in, het wordt een heel raar verhaal. Kom gezellig naar haringrok 2019.